hele land zijn we doorgereden. De hele week hebben we ook gezegd, we willen mooie cadeaus brengen, verbinding geven, mensen bedanken. Martijn, we zijn in jouw huis aangekomen. En ja, als ik hier om me heen kijk, er is hier veel geklust de afgelopen tijd. Wanneer staat de verhuizing gepland? Ja, we gaan vanavond beginnen. Eigenlijk waren we alles al aan het klaarmaken om de verhuiswagen te gaan huren. En er is al heel veel gebeurd. Maar er is ook één punt, één onderdeel waarvan je zegt, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Wat was dat? Dat is de trap. De trap staat eigenlijk niet meer in het budget. Niet nu en niet volgend jaar. Dus ja. Nou, luisterde jij van de week naar Groot Nieuws Radio en je hoorde iets over een traprenovatie. Wanneer was dat? Dat was maandagmorgen. Ik had de jongens aan school gebracht en ik stapte in de auto en ik zette zoals gewoonlijk Groot Nieuws Radio aan. En nou, toen hoorde ik, ving nog een laatste stukje op van Vriendenweek en verloot een traprenovatie onder vrienden en nieuwe vrienden. Je hebt een heftige periode achter de rug. Was er iets in jou waar je dacht, hey, maar zo'n trap, dat zou voor mij wel een afsluiting zijn van zo'n periode? Misschien een nieuw begin ook wel? Nou ja, ik schoot toen wel echt vol. En dat is niet gewoon voor me eigenlijk zelf. Omdat ik echt dacht, ik had echt niet bedacht hoe ik die traprenovatie ging betalen. En opeens dacht ik, maar stel je nou voor dat je gebeld wordt. Dat zou toch echt wel een cadeautje van God zijn. En zeker na inderdaad een paar jaar van een behoorlijk pittige periode. Ja, zou dat heel fijn zijn. Nou, heb ik geen verstand van trappen. Zeker niet van renoveren. Guido, jij hebt dat wel van ProStairs. Jij hebt iets prachtigs in je hand. Die mag je aan Martijn aanbieden. Ja, Martijn, het is jou van harte gegund. Ik hoop dat je hiermee een hele mooie nieuwe start mag krijgen. Dus nou, bij deze, alsjeblieft. Super, super dankjewel. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben er echt heel erg blij mee. Guido, dat is nogal wat. Een traprenovatie te waarde van 2500 euro. Waarom geven jullie dit soort cadeaus weg? Wij vinden het heel mooi om als bedrijf, we hebben een christelijke identiteit en dat mogen we uitdragen binnen het bedrijf als buiten het bedrijf. En we worden enorm gezegend. En als we die zegen weer mogen doorgeven, dat is gewoon super mooi. En we zijn enorm druk de afgelopen tijd met nieuwe orders. Ja, als we dat op deze manier mogen doorgeven. Dat is mijn dag ook gemaakt. Dat vind ik zo prachtig. We hebben de hele week over verbinding. Dit is dus wat verbinding doet. Als je laat raken, zegt heer, ik heb dit in de aanbieding, dan mag je het ook weer doorgeven. Wat mij betreft symboliseert dit dat het een ontzettend geslaagde week is geweest.